Mono. Wat krijg je? Mono. Is dat lang geleden? Is dat lang geleden? Een week. Een week, Harry. Ja. Ja, een week, ja. Zeg, wat krijgen we nou? Gaat die neuzel ineens naar voren dringen? Ja, kun je misschien eens even uitleggen wat dit betekent? Ja, ik begrijp het ook niet. Waar is meneer voor elkaar dan? Wat krijgen we nou ineens? Dat is niet zo. Meneer voor elkaar die is een beetje verkouden. En die kan vandaag niet komen. Maar hij zou wel luisteren. Hey, hey. Ja. Is er een... Wij hebben... Nee, hè. Ja, hoor. Ik ben nog geen 2 seconden bezig. Of er komt hij alweer. Nou, wat is er? Nou. Weet jij de voornaam? Hij doet hem wel goed na, hè, die meneer van elkaar. Ja, hij heeft goed geluisterd. Ja, hij doet hem exact na. Maar mag ik even? Nou, hoor ik het nog of hoe zit het? Ik word daar hysterisch van. Weet jij de voornaam van E.T.? De voornaam van E.T.? Ja. Nee? Jodelaar. Oh, Jodelaar E.T. Zaterdagmiddag, hier is Nick voor mekaar. Nou, vertel eens de groot, wat gaan we doen, hè? Want ze staan weer op de gang, hè? Grote boodschap. Grote boodschappentassen. Nou. Rampen, tampen, tampen, tamp. Nou, hoor ik het nog? Of hoe zit het? Ja, meneer de Groot, wat komt er? Het is exact dik voor elkaar, hè, wat hij doet, hè, die Harry, hè? En toen gaan er nou weer niet met z'n allen dwars doorheen. Wat is de nou toch voor? Kom op nou, hè? Ik weet het alweer, Harry. Ik word er, hè? Saskia zou komen. Hè? Saskia. Oh, wat leuk! Oh, gezellig! Met dat liedje van 88 Luchtballen. Leuk! Saskia, dames! Ja, maar je moet even wachten, Harry. Nee, ja! Ja, maar meneer van elkaar, gaan we ook niet zo snel, hoor! Er is weer wat! Wat nou weer? Ik ga het over 88 luchtballonnen, maar ik... Ja, dat weet ik! Ik moet er nog 40 opblazen. Nee, ja! Ja, hoor! Zeg, als we nou eens klaar zijn met de geneuzel, dan komt er nog een eind ook al in het programma, ja! Als jullie allemaal even een ballonnetje nemen, dan zijn we er zo. Belachelijk, en dan gaan we allemaal ballonnen staan blazen, dan word je toch niet goed van! Geef mij ook maar een paar, dan ga ik even hier zo! Heb je er 3. Ja, geef mij ook maar wat, Jongen, wat een toestand! Zie, ik sta met schompers te blazen hier, hè? Hoeveel motten hebben we er nog? Ik weet het niet, hoor. Hoeveel nou nog de groot? Een stuk of 12. Ach, ik krijg het een beetje aan mijn huid. Heb jij er ook last van, Toos? Nee, nog niet. Maar ik ben gewend, hè? Zie, dat ballonnetje van mij wordt langzaam groen. Is dat erg? Ja, zo lekker. Nou, als we klaar zijn, is het ook goed. Heeft iedereen geblazen, nou? Hoeveel ballonnen nog? We zijn er, hoor, Harry. Gelukkig. Stoppen maar, we zijn er. Oh, gelukkig. Ik heb geen lucht meer over zich. Ik kan niet meer. Zal ik even aankomen? Dames en heren. Dames en heren. Saskia. Saskia. Met 88 luchtballonnen, dames en heren. Ja. Heb je 3 minuten nou? Oh, het duurt 3 minuten, Harry. Ik kunnen het horen. 88 de gaatse dik, Harry. Ja, ze gaat omhoog, hè? Ja, achterpakken, we horen. Oh, wat eng! Zou ze dat tegen kunnen? Ik weet het niet, dat hij de bol onder de tegen kan. Kijk nou wat er gebeurt! De knalte, die komen tegen die hete lamp aan, Harry. Daar komt ze, Harry. Uit, onderuit, onderuit. Ja.
luistert u naar de Dik voor Mekaar Show. Hoe houden we dat nou met al gedoemidoemidoe? Wat een gezellig. Ik vind het wel gezellig, hè? Ja, hou er maar. Wat komt er nou? Een grote boodschappentas komt er. Oh, er komt weer een grote boodschappentas, ja. Hoor. Nou, ja, wie komt er nou weer? Nou. In de volgende boodschappentas zit Tootje Lager. Oh, gezellig, Tootje Lager. En die komt hier een liedje zingen. Ah. Ja, komt Tootje Lager. Wat leuk, dat vind ik toch zo gezellig. Ja, vorige week. Tootje Lager. Hé, houd door je grote muil eens dicht, dan geschreeuweld. Dames en heren, Tootje Lager, dames en heren. Tootje Lager. Ja. Ja. Die gaat een liedje zingen, hè, zo direct. Zie je? Hé, Tootje Lager. Jawel, maar u zingt toch wel. Ja, maar u zingt. Jawel, maar u kan. Hij heeft veel te doen, Harry. Ik moet hier ooit nog eens vandaan. Ja, maar u kan toch wel even een liedje voor ons zingen, want daarvoor heb ik u uitgenodigd in ons programma. Hé, Toos? Ja, dat lijkt me logisch, ja. Mijn boodschappen nog doen. Oh. Ja. En straks de vuile was. Jawel, maar. Mijn haar, dat wil ik groen. Jawel, maar. Maar dat kan morgen pas. Nou. De huur nog overmaken en de tandarts zometeen. Ja, dat duurt 2 minuten. Valkenburg of Aken, waar moet ik dit jaar nou weer heen? Ja, dat weet ik niet, maar het duurt. 8 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Ja, dat weet ik. Girokaarten bijbestellen, vergeet de vuilniszakken niet. Nee, maar. Die afspraak was veranderd en overeind. Nee, ja, was voor vandaag. Naar de nieuwe van Fellini ben ik gelukkig al geweest. Oh ja, ik ben geweest. Jawel, maar u. Veel te doen, hoor. Wat ik moet hier ooit nog eens vandaan. Ja, dat moeten we allemaal. Maar hey, u kan toch wel even zingen? Ja, dat vind ik ook. Dat zijn we gezellig zijn. Zien het oerwoud eens in bloei zien staan. Ja, wat zegt hij nou? Hij moet het oerwoud eens in bloei zien staan. Dat komt toch niet? Ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan. Gaat hij op de steeltoer? Dat kan toch niet? Dat kan toch niet? Zwemmen in de stille oceaan. Wie doet dat nou? Dat doet toch niemand? Ja, maar hij heeft het heel druk. Hingstap springen op de maan. Ze weten die jongen die is niet jovelen hoor. Zou die even iemand voor hem bellen dat ze hem weghalen hier? Ja, dat lijkt mij ook een beetje verstandig om te helpen. Laat even iemand komen, meisje. Oh, daar komen ze al. Ja hoor. Of je in wil stappen. Zo, komt er. Goedemiddag, wat is het probleem? Komt er. Ik moet de zon in Japan onderzien gaan. Oh, op die manier. Nou, doe maar deze jas aan, hè. Armpjes naar voren en zo. Natuurlijk, dat begrijpen wij toch, hè. Kom maar rustig mee, hoor. Hè? Alles komt goed, hoor. Ik moet nog eens wat jatten van een Italiaan. Natuurlijk, natuurlijk, dat begrijpen wij toch. Kom maar rustig, lekker zitten. Ik moet nog zwemmen in de stille oceaan. Zo is het hoor. Oh, daar gaan ze, hè. Ik moet nog eens dat. Ja hoor. Goedemiddag hier, hè. Wow, daar gaan ze. Luister, luister, dit is Dik voor Mekaar Show. Zet je radio aan. En dan nu. De prijsvraag. Hallo. Nog wel, hè? De vraag van vorige week, hè? Dat was mijn man natuurlijk, hè? Hoe was die ook alweer, de groot rampentampel, hotse knotse, nou. Ja, dan moet ik even kijken, Harry. Want, nou, want er zijn weer stapels binnengekomen, hoor. Ja. En de leukste gaat de groot nou voorlezen. Dus de eerste. Hou je maar weer vast aan alle kanten. De eerste was van Gerard de Vries uit Dieren. Liggen! Wat zijn ze sterk, hè, deze week? Ik vind Hans van der Tocht leuk, omdat ik nou een smoes heb niet naar de NCRV te hoeven kijken. Veronderen!
deze is van P. Baron uit Helden. Ik vind Waar halen ze het vandaan, hè? Ik vind het Waar toch leuk. Waar halen ze het vandaan, hè? Omdat ik van Griezelen hou. Ja, hoor. Deze van... Verzin ze maar. Hey, verzin ze maar. Laat thuis maar aan de grote tafel zitten met het pluizenkleed. Nou, je verzin ze niet, hoor. Helene Gamers uit Ravenkampveer. Wat had Hans, u? Hans vond het toch leuk, omdat ik nou weet hoe ik mijn paarse eieren moet schilderen. Op de buik. En Marielle Verhoeven uit Udenhout. Ook weer zo'n knaller. Ik vind Hans van het toch leuk, omdat ik kwallen interessante dieren vind. Dubbel liggen. En Bert de Groot uit Venlo. Ik vind Hans van het toch leuk, omdat hij zo aandringt. Sokken verkocht. Rijk Tichelman uit Lekkerkerk. Wat zijn ze leuk. Ik ga even liggen nu, want ik hou het niet meer. Oh! Hier moet je rustig hier. Ik kan ook hier zo liggen. Kijk, ik leg heel tijd. Zeg, wat is hier allemaal aan de hand? Nee, maak je zo gewoon luisteren met 40 graden. Hoor ik me daar een zootje op? Dat kan toch niet meer? Vindt u dat het niet kan? Ik heb een taxi gesproken hierheen, zeg. Wat vindt u dat het niet kan? Wel, nee, dat is toch niet om aan te horen. Nee, ik heb mijn 40 graden dars om. Ik neem alles over. We worden allemaal uitgezonden. Oh, ja? Hoort dat? Nee, natuurlijk kan dat niet. Wat een zootje maken jullie ervan. Je gaat ook geen ene uitzending overslaan. Of er wordt meteen weer een prijzenpaar gemaakt, hè? Zal ik even verder gaan? Zat te zweten als een rund, hè? Ga maar door met de prijsvraag. Ja, zal ik even wat doorgaan? Is jou die prijsvraag? Ja. Ga gewoon ijzerijnen door met die prijsvraag. Ik vind het een rijk uit Lekkerkerk. Ik vind Hans van het... Doe maar. Ik neem de boel weer over, want het is een puinhoop. Ga helemaal weg hier allemaal. Harry, ga terug naar je hok. De Groot, jij weer onder controle. De Ome Joop, rung door. Ja. Dat kan toch helemaal niet? Ik vind Hans van het toch leuk, omdat ik zelf ook winderig ben aangelegd. Oh, wat moet ik weer lachen, hè? Hier, Jan Beijer, Tiel, ik vind Hans van het toch leuk. Erg, hè, met een ziek lichaam sleep je hier weer naartoe, hè? Je kan nog geen seconde kan je die zo alleen laten, hè? Omdat hij mijn hele scherm vult met een leeg hoofd. Oh, nou, ik vind hem sterk, hoor. Ik vind hem heel sterk. Oh, is Harry, Dick. Zojuist is ondanks zijn zware ziekte... Nee, ja. ...de heer D. voor mekaar... ...toch gearriveerd. Nou. Dank u. Dat wisten we nog niet, zeg. Maar dat weten wij er ook hysterisch van. Nou, je dan met die prijs vragen hoe eerder ik weer in bed leg, hoe beter het is, hè. Michiel van Hart uit Apeldoorn. Ik vind Hans van het toch leuk, omdat het van mijn moeder moet. Oh, leuk. Heb ik hier de winnaar, Dick? De winnaar, nou, hoe eerder het hobbel, hoe beter het is, hè? Dat is mien billig. Nee, voor elkaar, ik geen iets om mijn kant uit asem, hè? Nee, maar voor je het weet, heb je dan een stekende handen, hè? Heel snel, hoor. Maak niet zo sensatie zeggen. Gewoon een beetje van dit en een je beetje winnaar, van dat. Hoor, Dick. Hij heeft de winnaar. Nou, kom op dan met de tip. Als 100.000 keer zeggen, hè? Is Mien Billikens geboren Jeuken. Nou, dat kan helemaal niet, hè? Uit Venlo. De Groot, hoe nou? Ik vind Hans van der Tocht leuk, omdat het tegenwoordig mag van de FIFA. Heb je je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan. Ja, hou er maar op. Ik word daar niet goed van, hè. Daar krijg ik van, hè. Daar kom je van in je nest terecht, hè. Van dit soort toestanden allemaal, hè. Hey, 40 graden, ik zweet aan alle kanten. Maar ik sta er weer, hoor. Ik blijf overeind, hoor. Ik ga gewoon door. Ik laat me niet kennen, hoor. Ze krijgen mij niet stuk, hoor. Nou, kun je toch niet beter even gaan liggen? Ze krijgen mij niet stuk, hoor! Ik laat me niet kennen, ik ga gewoon door, hoor! Ik blijf overin. Nou, wat komt er dan weer? Zeg, voor elkaar, die kant die jij uit staat te praten, dan laat het me hang los! Goedemiddag, Goedemiddag.
heel goed dat je zo klaar bent. Ik ben enorm in een hurry momenteel. Dus als we een klein beetje op kunnen schieten, zou me dat erg wel gevallig zijn. Begrijp je wel? Ik heb nog een zootje van die koppeljongens heb ik thuis zitten. Dus u snapt ook wel, ik ben enorm in een hurry momenteel. Over koppeljongens gesproken. Heb ik je raad opgevolgd. Hè? Wie heb u opgevolgd? Jouw raad. Heb u de raad opgevolgd, ja? Ik ben ook zwart gaan werken. U tilt de belasting momenteel ook even een handje. Nee, dat niet. Ik heb gewoon loonbelasting. Hoe kan dat dan? Hoezo bedoel je dan dat je zwart werkt? Ja, ik werk bij een kolenboer. Oh, bij een kolenboer, ja. Mooi, dan zal ik nu even de prijzen gaan trekken momenteel. Hè? Wat heb jij dan trouwens in je hand? Wat heb ik in mijn hand? Is dat een nieuwe handel? Ja, dat is een mooie handel heb ik momenteel. Ik heb namelijk een hele rol kaartjes op kunnen kopen voor de komende wedstrijd van Ajax Feyenoord, begrijp je wel? Op 1 mei en die gaan op de zwarte markt gaan die even rond, begrijp je wel? Kaartjes voor de wedstrijd. Kijk, zijn deze. Zie je wel? Kijk even mooi, staanplaatsen. Helemaal, waarom zijn die zo goedkope gulden? Ze zijn alleen voor je fiets geldig. Maar dan kun je de wedstrijd toch niet zien? Hoe kan mij dat nou verrotten? Mensen, ik sta hier te zweten als een paard. Kan even dat t-shirt eruit gerost worden? Die heeft mij van de week gebeld. Dat was Fitz van Rooij. Meiderenlaan, 19 in Maden. Dus die krijgt dat schitterende t-shirt natuurlijk wel even toegezond. En de volgende opgave ik is... Ik moet er nou vandoor, want ik heb enorm in een hurry. Goedemiddag. Volgende opgave goedemiddag, is... Snel, de groep ik vind volgende... Dick voor elkaar leuk, omdat... Wat zei je nou? Ik vind Dick voor elkaar leuk, omdat... Oh, is die schreeuw lelijk aan de beurt volgende week? Ja, als oplossingen... Zal ik even een kaartje of 40 inzenden, mensen? Ik weet wel een paar leuke. NCV Schuttersweg, 810 1217 PZ in Hilversum. Daarin is het nu snel de hoogste tijd, want ik moet mijn bed weer in. Hè. Dus Dick, we hebben nog een radiospelletje. Een radiospelletje, wat nou weer? Ah, we zouden het doen van 50 poppen en al. Ja, gezellig met die Tom Mulder, vind ik altijd leuk. 50 poppen of even lot, vind ik altijd gezellig. Dick, wacht even. Wat is er nou nog? Toontje Lager hier. Is er met Toontje Lager? Wat wil die? Wat wil die Toontje Lager? Ik moet naar de wc. Oh, dat is hier, daar. Dat is daar niet door. Wat is er nou met 50 poppen en even lot? Dat begrijp ik niet. Wat is er nou Tom Mulder doen we dan. Ja, gezellig. Leuk van Tom Mulder. Dat vind ik altijd leuk. Toontje Lager, Dick. Ik ben geweest. Dankjewel voor de vissering. Nou weten we het wel, hè. Kom op nou even, zeg. Als iedereen nog gaat zitten ballen voor die radio, zeg. Kom op nou even, doe maar een lol. Wat komt er? Een radiospelletje. Wij zijn twee Twentse boerenmeiden. En onze vrienden heten Castor en Pluto. Eet vanavond aardappelen met sla en gehakt. En houd verder van lezen, spelletjes, kaarten, winkelen en een muzikaal fragment. Voor... 50 dames. Ja, dat kun je wel zeggen natuurlijk tegen ons dames. Hè? Dat zijn wij wel, hè? Wij zijn echt dames, hè. Leuk dat wij eens een keer mee kunnen doen in dat spelletje van u. Ik vind het ook heel fijn. Heel... Wie spreken we? U spreekt met mij dus, met mijzelf. En met mij. En met haar spreekt u ook. Ja, dat is wel leuk natuurlijk, omdat wij samen zijn, hè. Ja. Gaat goed met je? Oh, het gaat met mij heel goed. En goed gaat met jou eigenlijk, Toos? Ja, met mij gaat het ook goed. Want je had toch een beetje moeilijkheden met zitten, jij toch? Ja, dan... Dat komt zo, zij zit altijd het liefst op zo'n rubber opblaasbaar bandje, hè. Zit jij altijd prettig? We aangetekend. Oh. Dat scheelt in de beoordeling. Oh, het scheelt in de beoordeling. Hoor ik dit? Heb u er zelf ook last van, meneer Mulder? Nou, u kunt rustig zeggen. Dat geeft er niks als je daar last van hebt. Nou, zeg het maar. Ja, wees u niet. Geen gêne, hoor. Ja, nou ja, maak ook verder niet uit. Laat maar beginnen met spelletje. Wie ook niet, hoor. Ja, meneer Mulder, vind ik ook. Nou, vertel me even wat over jezelf als je... Over onszelf, hoor. We hebben het net gedaan over het rubberbandje, toch? Ja, voor Toos weet u het belangrijkste eigenlijk al, hè. En ik draag al de grote broeken. Ja, maar waarom wou u dat weten, meneer Mulder? Want er staat hier, wij zijn twee Twentse boerenmeiden. Oh, ja, dat is zo. Dat hebben wij geschreven, weet je, Toos. Op het boerenbedrijf. Nee, wij werken niet op het Nautum
niet in zo'n... Wel op een boerderij, nou, maar niet op een boerderij. Er zijn weinig koeien op die boerderij waar wij altijd komen. Ja, weinig koeien, ja. Heel weinig koeien. Misschien zien we u er ook nog wel eens, hè? Je weet nooit. Nee, maar we gaan eerst eventjes 50 poppen. Er komt een stukje muziek voor je. Ik wens je veel sterkte. Ja. En nogmaals, het aantal prijzen dat eruit gegaan is vandaag niet zo groot. Slechts één. Dus ik hoop dat jij een grote wint vandaag. Ja, ik hoop ook een grote win vandaag. En dat zou wel lekker wezen. Ben je zover? Ja hoor. Luister. Ja, ik luister. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Wie is dat? Marco Bakker of Pussycat? 6,5 minuut voor twee, kandidaat nummer 3 in 5 van Koffer. De zon schijnt een beetje in Hilversum. Ik zou niet weten wie dat kan wezen, Toos. Ik vind het heel erg moeilijk, meneer Mulder. Ja, is het André Hazes met Niemand laat zijn eigen kind alleen? Nee. Nee, dat is het niet. Nee, dat dacht ik ook niet. Met, met wat voor letter begint het? Ja. Met een Z. Met een Z. Met een Z. Zagen, zagen, wie de wagen. Ja, of... Hij zegt niks meer. Wat zegt hij? Hij zegt niks meer. Hij zegt niks meer. Nou, ik geef het op, hoor. Ik zou het niet weten. Dan zeg ik het niet meer. Nee, u zegt het niet meer, maar ik zou het niet weten. 10 seconden. 10 seconden. Toast, 10 seconden. 9. Hou dat aftellen. 7. Gechel. Ja, dat hoort dat met die 6 is. Die 6. Nou, ik zeg maar niks meer, hoor. Eindelijk. 50 gulden. Niet nou voor je. Hebben we het schijnt? Hebben we het? Wat heb ik dan gezegd? Ik zeg maar niks meer. Ach, dat was hem. Ja. Nou en toen. Nou en toen. Ik zou zeggen, de 50 gulden, geef maar die 50 gulden maar, hoor. Geen envelop? Nee, geen envelop, maar wij hebben die 50 gulden. Is makkelijk delen, hè? 50 gulden, ja. Stel dat er nou een prijs uitkomt van 500 piek. Hoeveel? Stel nou dat er een prijs uitkomt van 500 piek. Pieterman. Toos! Ja! 500 Pietermannen! Ja, nou, een envelop! Als we die garantie kunnen krijgen, dan nemen we er een envelop. Ja, natuurlijk. En nemen we een envelop. Ja. Dat is toch veel leuker dan die 50 gulden? Ja, tuurlijk, vind ik ook. Of toch maar die 50 gulden? Ja. Nou moet u ophouden, hè, meneer Mulder. Eerst zitten we helemaal op te jagen met van de neem een envelop. Dan ben ik helemaal zin, ik op de kast en dan moet ik even weer... 50 gulden. Ja, dat kent toch niet meer. Dan klop je met die envelop, zo hier, Toos. Heb jij hem... Heb je de envelop? Oh, ik durf bijna niet te kijken. Ja, ik wel, een schermeloop. Ja. Nou, ik durf ook niet lezen, hè. Wat zou erin zitten, Toos? Zal ik hem even voorlezen voor jullie? Oh, meneer de Gelder, zul je hem even voor me lezen? Want wij zijn zo nerveus, hè? Oh, dat is een hele mooie prijs die jullie hebben gekregen. Oh, Toos, hoor je mooie prijs! Jullie krijgen 3 weken geheel verzorgd in een 5-sterrenhotel... gelegen aan het zilverwitte strand van het zonovergoten Jamaica. Hoor, Toos, wat fantastisch! Wat geweldig! En de reisleider is Tom Mulder. De reisleider staat hier in Tom Mulder. Zouden wij misschien nog die 50 gulden kunnen krijgen? Niks, programma is over. We zijn er gelukkig weer doorheen. Ik heb nog een mop. Nou, liever niet te groot. Oh. Volgende week dan zijn we er niet. Stille zaterdag, dus dat is na de goede vrijdag. Waarom zijn we er niet? Omdat stil... Omdat stille zaterdag is er dus geen ding vanwege voor elkaar. Vanwege de herrie. Vanwege de herrie, maar die week erop, dan zijn we er wel. Dus volgende week geen ding voor elkaar. Nou, dan kunnen we misschien vast... Nou, ik ga er van tussen, want hier word ik gek van. Want dan gaan we er altijd heen. Ik word daar stapel met chocken van. Ja, dan kunnen we misschien vast...